Welkom bij deze aflevering van Camera Nostalgia, waarin we de nadruk willen leggen op jouw liefde voor de Italiaanse cinema. Waarmee en waardoor is die begonnen? Ik denk dat we eerst even moeten definiëren dat we het eigenlijk specifiek hebben over de genrefilm, hè? Dus de publieksfilm, de commerciële film, hoe je het noemen wil, pulp, whatever, wat voor namen eraan gegeven worden. Want je hebt natuurlijk ook de chicere Italiaanse film, dus het neorealisme en al dat soort dingen zo. Maar ik ben inderdaad meer van, waar jij ook van bent, van de genrefilms. En het eerste wat ik me kan herinneren dat ik gezien heb, waren de Bud Spencer en Terence Hill westerns. Die zag ik, toen ik een jaar of 8 was of zo, denk ik, rond die tijd. Misschien zelfs 7, zit ik te kijken. Want dat was in ieder geval op een camping, ergens. En dan draaiden ze die op 16 mm. Dus dat waren die twee Trinity films. Volgens mij heb ik ze ook in omgekeerde volgorde gezien. En dus dat was mijn eerste kennismaking met Italiaanse film. Alhoewel ik wel dat toen helemaal niet door had dat dat Italiaans was. Ik dacht dat dat gewoon Amerikaans was. En toen, jaren later, toen was ik 11, toen zag ik Once Upon a Time in the West. Nou, dat was echt een grote invloed op mij. Ik heb dat wel vaker verteld. Dat is een beetje met terugwerkende kracht, de eerste film is waarvan ik echt voelde dat die gemaakt was. Weet je, dat als je die film ziet, dan voel je een maker. En dat is altijd wel een van de eerste stappen volgens mij van jonge mensen die echt geïnteresseerd worden in film en die ook film willen gaan maken. Moet er op een gegeven moment een moment komen dat je snapt van hey, dit gebeurt niet zomaar, er zit een maker achter. Dus het is een belangrijke film geweest. En dan kan ik me herinneren dat nog een paar jaar later, dat ik op een gegeven ogenblik, dat was in de tijd dat de videotheken opkwamen, en dat ik wat van die spaghetti westerns zag, en dat waren dan niet eens de grote, weet je, dat waren dingen als Chuck Mool en dat soort, en Vengeance en dat soort films. En ik had daar iets mee. En ik merkte toen dat andere films waren dan andere westerns die je kende. Weet je, de oude Amerikaanse westerns die je dan op televisie zag. Want ik groeide op in een dorpje waar ze überhaupt geen bioscoop hadden. Dus ik moest dat allemaal via televisie en video zien. En dat stond mij toen aan. En die hadden allemaal een bepaalde soort artwork op de buitenkant, die op de een of andere manier vergelijkbaar waren. En dat vond ik allemaal, dat sprak mij aan. Dus het was in de eerste instantie, wist ik niet eens dat Italiaanse films waren, maar het waren allemaal films met een bepaald soort uiterlijk. In ieder geval op de videohoezen. En zo ben ik een beetje, dus eigenlijk via de spaghetti western, in de films die daar een beetje in de nasleep daarvan, of die eigenlijk de opvolger van de spaghetti western waren. Dat waren de films die ik toen zag. Dus daar is het eigenlijk mee begonnen. En toen, er zijn nog twee momenten geweest daarna die ook heel belangrijk zijn geweest. Eentje was dat toen ik al min of meer bedacht had dat ik films wilde gaan regisseren, zat ik in Sittard. Dat was een opleiding, dat was audiovisuele productie. Dat was eigenlijk een hele slechte opleiding, maar dus dat was eigenlijk om van die videoproducties te maken, weet je, van die bedrijfsfilms en dat soort dingen. Maar wij waren met 5 jongens die gewoon films wilden maken. En een van die jongens was Frank van der Ede, dat is nu een grote Belgische cameraman. En die was nog, die had ook wat ik nu hier heb, dat had hij toen op VHS. Ik had denk 30 banden, dat vond iedereen al veel, maar hij had gewoon een hele kast vol, weet je wel. En die kende veel meer. Dus die was ook into Italiaanse horror en al dat soort dingen. Dus dat is een belangrijk punt geweest. Alleen waren die films nooit heel erg overal verkrijgbaar. Ja, als je in Amsterdam woonde, had je de cultvideotheek. Maar ja, ik woonde daar niet. Dus het waren geen films. Dus ik kende alleen die films die hij dan had. We hadden allemaal illegale kopieën en zo had hij. Zo grappig, want nu doet hij allemaal vooral arthouse films. Maar toen was hij vooral erg geïnteresseerd in allerlei rotzooi. De volgende stap, wat heel belangrijk was, dat is dan weer nog wat later, toen DVD kwam. Want toen kon je in één keer, kwamen er in de hele wereld allerlei, allerlei films uit. En toen ben ik echt op zoek gegaan.
Wat zag jij toen in die films wat je het meeste aansprak? Was het vooral het visuele aspect of het flamboyante? Nou, dat. Ik denk dat het zeker het visuele aspect, maar er zat een soort vrijheid in of een soort... Ja, weet je, je kon gewoon totaal waanzinnige rare films zien die dan misschien 80% rotzooi waren. Maar dan kwam er in één keer een scène of zo. Je hebt van die, zo'n post-apocalyptische film van Lucio Fulci. En dat is eigenlijk gewoon een rotfilm. Maar er zit er één scène in waarin die dingen met flesjes en licht doet en zo. En dan zat ik toch op... Dat is gewoon iets wat je gewoon niet ziet in mainstream cinema. En dat was toen best obscuur. En dan zag je gewoon dingen die je gewoon nergens anders zag. En de manier waarop het grote verschil zat ook in de moraliteit. Dus het verschil tussen goed en slecht is in Amerikaanse films bijna altijd heel hard. En daar was dat gewoon afwezig. You get that woman out of here. The lady's with me. 4 cents. 4 cents is mighty little. The price of 4 bullets. 1, 2, 3. And 4. Lord, even my tears are afraid to come to see that body in front of me. Now you see what happens to anyone who gets in my way. Goed dat ik, dat was in die tijd dat ik dan in VHS die dingen zag, dat ik Keoma zag. Ik dacht van Castellari, dus ik, wat is dit joh, wat is dit? En ik vond het, er zat een soort, je moest er ook een beetje om lachen, maar het bracht je ook op plekken waar je anders niet kwam, weet je. Dat was ook gewoon heel groot en dramatisch. Ze hebben natuurlijk toch een soort iets operatiefs vaak. En ik vond het geweldig, ja. En dan zagen wij natuurlijk ook altijd nog die dubs, dus die Amerikaanse dubs. En ik ben later, toen toen DVD uitkwam, was ik altijd heel blij als er dan ook de originele soundtrack onder stond. Want dan kwam ik erachter dat een aantal van die films gewoon echt veel beter waren als je gewoon de Italiaanse soundtrack. Zelfs als de helft van die lui door Amerikaanse acteurs gedaan werd. Maar dat wist ik toen nog niet. Het had natuurlijk gewoon een hele simpele reden. Al die Italiaanse regisseurs, die spraken gewoon niet of nauwelijks Engels. Mixte die film ook gewoon helemaal in het Italiaans. Dus zo zagen ze hem. Gaven ze die film af aan dat bedrijf wat eigenlijk al die dubs deed. En dan maakten ze gewoon, weet ik veel, in 1 dag of in 2 dagen maakten ze daar een Amerikaanse versie van. Want het is steeds diezelfde acteurs. Je hoort altijd de stem van Bud Spencer langskomen. En dan rossen ze zo'n film gewoon erdoorheen. En zo ging hij de wereld rond, weet je wel. Dus ik heb ook minder die... want heel veel van die... Zeker de wat oudere fans van die films, maar trouwens ook nieuwe, want heel vaak hebben die op een soort bijna camp manier, zien die een soort lol in dat slechte gedubde. En ik heb dat niet zo. Als het Italiaans kan kijken, maar dan moet hij wel ondertiteld zijn, want ik spreek geen woord Italiaans, dan kijk ik de Italiaanse versie. Ja. Het Schnitzel Paradijs heb je een keer een western in de keuken genoemd. Ja. Is de spaghetti western ook jouw favoriete Italiaanse genre? Ik denk het wel, ja. Ja, nou, er zijn, ik ben ook de Poliziesco en de Giallo en zo vind ik ook allemaal geweldig. Maar ik denk dat, als ik één moet kiezen, denk ik dat ik de spaghetti western kies, ja. Ja. Ik denk dat ook een goed voorbeeld daarvan is in die Italiaanse western. Een film die jou denk ik wel heeft beïnvloed, Il Grande Silenzio, ja. The Great Silence. Ja.
lijkt alsof je daar wel af en toe... Ja, nee, er zijn, ik heb natuurlijk zowel in Oorlogswinter als in Brimstone zitten daar elementen in. Ik heb soms de neiging, daar moet ik er meteen bij zeggen, ik hou ervan om dingen te analyseren. Dus als ik zelf films kijk, van zeg, oh, dat komt daar en daar en daar van. En dan ben ik iets aan het schrijven, dan ben ik iets aan het maken, dan heb ik dat al gedaan. En dan ga ik dat zelf denken, oh, dat komt daar en daar van. Want dat wil niet zeggen dat ik dat vooraf zo bedacht heb. Maar ontegenzeggelijk dat alleen het verhaal al van Il Grande Silenzio, dat je een hoofdpersoon hebt die niet kan praten, dat heeft een grote invloed gehad, in ieder geval in mijn wens om ook een film te maken met iemand die niet kan praten. En ik weet dat ik bepaalde dingen geprobeerd heb, ook in Oorlogswinter al. Dat is ook niet allemaal gelukt. Maar er zit bijvoorbeeld één scène in die ik al twee keer heb geprobeerd om dat te doen. Ja, dat is zo godschuwelijk moeilijk om dat goed te krijgen. Dat is me nog niet gelukt. Ja, wat was het? Nou, je hebt op een gegeven moment een scène dat zit in het bos. En dan heb je die bomen die zijn zwart. En dan heb je van die paarden die doorkomen, die zijn eigenlijk ook helemaal zwart. Dan heb je een soort heel grafisch beeld, wat dan zo... En dat, het kan best zijn dat toevallig toen die dag zo was daar, weet je wel. Maar als je dat probeert na te maken, weet je, dat is echt gewoon... Dan mag je dus geen licht van voren hebben, je mag geen toplicht. Dus je moet het echt helemaal... dat is echt dat is razend knap. Ja. Dus die achtervolgingsscène in de Great Silence met Klaus Kinski en dat paard, ja. Dat bedoel je? Ja. Je organiseert ook filmavonden in het AI Film Museum met Ronald Simons. Ja. Daar zijn ook aardig wat Italiaanse films vertoond. Met als gasten Dario Argento en Enzo Castellari. Ja. Kun je wat vertellen over die avonden en waarom jullie keuze op sommige van die films viel? En de gesprekken die je met Dario en Enzo hebt gehad? Nou, wat leuk is, is dat als ik dat soort mensen uitnodig en dan meestal ga je van tevoren, de dag ervoor of zo, ga je eten met ze en dat soort dingen. Dat is eigenlijk het allerleukste. Die avonden zijn fantastisch en ik bewier ook ze en je merkt dus dat ze dat heel leuk vinden en geweldig en zo. Maar die avonden daarvoor, dan ga je praten en zij merken gewoon wel dat ik wel een beetje verstand van film heb, omdat ik zelf een filmmaker ben, maar ook dat ik best wel veel weet. Dus dat ik weet wat ze allemaal gedaan hebben, dat ik andere dingen ken en dat maakt het heel erg leuk, weet je. Dan voelen ze een soort connectie en dan hebben ze toch wel het idee van ja, maar dit is niet zomaar iemand die even een avondje of zo doet, maar die weet gewoon wel wat ik gedaan heb, die kent me. Mijn idee is altijd als je Italianen spreekt over dat soort dingen, dat ze inderdaad, wat je zegt ook vaak, verbaasd zijn over hoe was het om met Enzo... over te praten. Ja, dat is gewoon een hele, hele leuke man. Dus ook een absolute filmliefhebber. En wat je natuurlijk hebt in Italië, meer dan waar dan ook, denk ik, is dat iets is dat ingebakken zit, omdat ze gewoon heel van die lui, Argento, hij, weet je wel, die hebben vaders die ook in die wereld zaten. Dus die komen van jongs af aan. Zijn zoon was er ook bij, weet je wel, want Enzo's Italiaans is oké, maar niet fantastisch. Dus die wilde dan ook nog wel eens een beetje helpen met die dingen en zo. Ja, dat was gewoon, aan het einde van die avond inderdaad, zei hij ook, zag hij mijn laarzen, weet je, ik had van die boots aan. En hij zei bezig met een western waar hij volgens mij al 20 of 25 jaar mee bezig is of zo. En dan zei hij, nu denk ik dat hij echt gaat gebeuren, wil jij dan ook komen en kan je dan een bad guy spelen? Ik geloof dat ik Giulio Gemma of zo moest neerknallen of zoiets of zo, echt wel een groot iemand ook. En dan zei hij, moet je wel die boots mee, moet je meenemen, zei hij. Ja.
Ja, ik zat laatst naar Brimstone te kijken. Daar zit wel zo'n moment in wat me aan Italiaanse films doet denken in die shootout, dat er een druppel bloed op de lens spat. Ja. Ja, hoe... Nou, die hele scène is denk ik meest, die is natuurlijk ook gedraaid in Almeria. Dus dat vond ik wel dat was heel raar, dat moet ik ook vertellen. Wat er gebeurde is, er zijn natuurlijk heel veel mensen die daar draaien en die komen draaien. En iedereen weet dat daar, weet je, al die dingen gedraaid zijn, dus ook die Leones. En ik weet nog goed dat die op een gegeven moment, dus dat is natuurlijk ook toch een soort half attractiepark. Dus ik stond er te draaien en in één keer gooit zo... die service producer daar, die gooit zo keihard, ik weet niet meer wat het was, maar iets van Morricone, gooit zo heel hard over die ding heen. Ik zei, nee, uit, weet je wel. Ik wil dat gewoon niet, weet je, dan wordt het kitsch. Ik ben nu gewoon aan het werk, ik wil gewoon die scène draaien. En ik wou het gewoon niet, omdat ik vond het in de weg zitten. Ik wilde niet in een soort, hoe zeg je dat... het gevoel dat ik iets aan het namaken was of weet ik veel wat of zo. Maar toen reden we weg en toen zat ik in de auto. En toen werd ik heel emotioneel. Toen dacht ik, fuck, ik heb gewoon net gedraaid op die plek, weet je wel, gewoon daar net. En dat. Maar als je die dus kijkt, dat is ook... Kijk, die film is best vol. In de zin van, er zit behoorlijk veel verhaal in en plots en turns en weet ik wat allemaal. Maar op dat moment... Is eigenlijk dus het moment dat je dan in, dat is eigenlijk de eerste scène van Kit Harington, veroorloof ik me wat meer, hoe zeg je dat, wat meer vet op de botten. Dus dan doet de kamer dit en dat. En daardoor denk ik dat het wat meer lijkt op de spaghetti western. Het is ook wel grappig dat Jos Stelling hij zei van daar was je op zijn beste, zei hij, want weet je, dan hoeft hij niet zo'n verhaal te vertellen en zo, weet je, dat vindt natuurlijk hij natuurlijk mooi. En maar die bloed op de lens is ook volledig nep, hè? Die is allemaal daarna gemaakt. Dus het gebeurde niet echt daar. Nee. Die indruk had. Ja. Spaghetti western gehad, maar er zijn zeker meerdere genres waarin de Italianen hun eigen stempel hebben gedrukt. De Poliziesco. Ja. Italiaanse politiefilm, gangsterfilm, misdaadfilm. Ja. Daar ben je ook helemaal gek. Ja, daar zijn ook heel veel goede van. Het grappige is natuurlijk dat op het moment dat de spaghetti western een beetje terug begon te lopen, de populariteit daarvan, zie je allerlei dingen ontstaan daar en wat dan succesvol is, dan gaan ze dan dat weer allemaal doen. Alleen toen werden dat meerdere genres. Want je had natuurlijk ook je hebt ook de wat ze dan de macaroni combat noemen en dat soort dingen en de spionnenfilmen, weet ik veel het allemaal. En Castellari heeft er daar een aantal van gemaakt die echt heel goed zijn. En Street Law is mijn favoriet. Dat vind ik echt, daar gebeuren dingen in. Ik weet nog goed dat ik die voor het eerst zag. Ik denk, wat gebeurt hier, joh? Weet je, hij is zo lekker bezig. Weet je. Op een gegeven moment heb je zo'n scène dat die... Dan zitten ze achter op de motor of zo, geloof ik. En dan gaat hij monteren. En dan krijgen ze dan die en die en dat. En je voelt hem zo lekker bezig. En dat vind ik sowieso leuk aan Castellari. Dat je soms... Weet je, dat is niet iemand die... met een heel duidelijk plan zo'n film maakt. Die herschrijft dingen, die bedenkt dingen op de set. En denkt, oh, vandaag gaan we het zo doen. Die geweldige scène in slow motion met die auto. Weet je wel? Ik heb hem wel eens vaker op televisie laten zien. Het is waanzinnig dat je denkt, ja, maar hoe dan? Hoe hebben ze dat gedaan dan? Dat is echt waanzinnig. Ja. Nou, wat je zegt, Castellari zelf zei dat hij... op de set soms improviseren. Ja. Toen ik vroeg, dat lijkt me heel moeilijk. Hij zei, nee, juist dat is het mooiste wat er is. Leukste wat er is, zegt hij. Zou jij dat moeilijk vinden? Ja, ik zou dat moeilijk vinden, ja. Je zit gewoon met een machine
die allemaal dingen moeten doen. Ik vind het gewoon razend knap dat zij, dat hij in specifiek zo vrij was, dat hij gewoon hele dingen kon. Weet je, dat beroemde shot, weet je wel, op een gegeven moment, weet je wel, met dit hele kantelen van die auto, weet je wel, dat hij dan zo, waar je op een gegeven moment trouwens een handje ziet, als je goed kijkt. Maar die dan, weet je, dat is het. Ja, dan kwam hij gewoon op de set die dag en hij zag zo'n heel groot rond ding. Wacht, ik ga het even halen, dat is wel leuk. Twee tellen. Ja. Dus die, ja, kijk, daar ben ik weer. Ja. Dus toen legde hij aan mij uit. Dit is trouwens de eerste keer, dat heb ik via Jan Doens gekregen. Want mijn zoon die heet, die heeft zijn tweede naam Enzo. Dus toen had hij dit voor mij geregeld. Toen had ik hem ook nog niet ontmoet. Dus dat staat, to Martin, thank you a lot, and take care. En dan zijn handtekening. Maar het is toen ik hem ontmoette, ja, want hij zag twee van die hele grote ijzeren dingen. Daar moet ik iets mee. En dan vertelde hij gewoon aan de mensen van Grip of zo, van nou, kun je niet gewoon daar een auto in maken? Dan, weet je, dan kunnen we zo, en dan kan ik die dingen. Wie speelt het ook weer? Wie is dat? Testy. Ja, Testy. Big Record. Maar die Testy, dat was vroeger ooit de stuntman. Dus hij durfde dat best te vragen om hem, want al die shit die zo over hem heen valt en zo, dat is best wel heftig uit. En toen ging hij dat uittekenen. Kijk, hier, kijk, dit. Dus heeft hij uitgetekend hoe hij dat gedaan heeft. En ik weet nog goed dat hij was zo bezig. En toen keek ik zo Andrea aan. Hey, Andrea, ik zag wel dat hij tekent. Dus toen heeft hij zijn handtekening eronder gezet. Ja, dat is een heerlijke avond was dat. Ja. Nee, ja. Ja, maar wat je zegt, het is, dan denk ik ook, Enzo is eigenlijk, ondanks de tekortkomingen die in die film zitten, een ontzettend knappe en goede filmregisseur. Absoluut. Het is zeker nu de digitale middelen er allemaal zijn, weet je wel, dan kan er zoveel. Maar toen werd je eigenlijk voornamelijk beperkt door allerlei techniek. En dan was het de creativiteit van de filmmaker. Die kon zorgen dat zo'n film boven het gemiddelde uitsteeg. En dat doet hij dus heel vaak. Klopt, hij heeft een paar films gemaakt die zijn niet om aan te zien. Maar hij heeft ook een aantal films gemaakt die ik echt heerlijk vind. En sommige films die zitten ergens tussenin. Maar die hebben dan wel weer een moment dat je denkt, wow, wat is dit goed, weet je wel. Dat is echt, ja. Wat vergeten vaak wordt, is ook dat veel van die films heel succesvol waren in Europa, maar zelfs in Amerika. Nou, die westerns niet zo. Dan had je de Leone. Wie? Bronx Warriors. Bronx Warriors, die stond daar in de top 10, joh. En hij heeft ook die Jaws film. Dit was, die stond daar ook gewoon, die deed gewoon hartstikke goed. Dat hebben ze me aangeklaagd, Universal, om die film gewoon eruit te halen. Waarna volgens Enzo zij het verhaal gestolen hebben en dat dan in Jaws 3 of zo gestopt geleverd of zo, weet je wel. Dat is wel. Yeah.
Andere genre wat waarschijnlijk nog heel bekend is naast de spaghetti western is de giallo. Ja, ja. En de giallo is eigenlijk ook de laatste jaren een beetje herontdekt. Ja, ja. En wat trekt jou aan in de giallo en wat zijn de meesters? De twee grootste zijn Bava en Argento. En dan heb je gewoon een hele reeks van andere films van Martino en je hebt Suavi, allemaal dat soort dingen. Maar de Gialli zijn hele realistische films, ook in urbane settings altijd. Zijn ook realistisch? Nou, nee, dat zijn ze niet. Je kan een kat als moordenaar hebben, je kan, weet ik, ze kan niet. Zo gek. Nee, die zijn super, super gestileerd. Ja. Dat is wat er leuk aan is. Ja. En ze doen iets wat in horror wel vaker gebeurt, maar waar zij echt ver in gaan, is het fetisheren van geweld. En dat zal nu, denk ik, hier en daar best moeilijk liggen, maar op de een of andere manier, juist omdat dat nu zo ver weg ligt van alles wat er nu gemaakt wordt, is er natuurlijk een groep mensen die denkt van, wauw, wat gebeurt hier, wat is dat fantastisch. En het heeft heel vaak van die point of view shots, wat eigenlijk een pervers idee is, vanuit de moordenaar. En weet je, het is een pervers genre. En dat is wat er leuk aan is. Weet je, het brengt de slechte gevoelens in ons naar boven natuurlijk. Ja. Er zijn politiek zeer incorrect in deze tijd natuurlijk. Ja. Maar wat je eerder zei, ze zijn ook extreem gestileerd. Ja. Gento en Bava waren daar geval de beste. Wat is jouw favoriete giallo? Ik denk toch dat ik dan op Profondo Rosso uitkom. Die vind ik... Kijk, Argento is iemand waar het talent vanaf druipt, zeg maar. Alleen is die zo specifiek geïnteresseerd in bepaalde dingen. Zijn setpieces eigenlijk. In die zin lijkt hij heel erg op Hitchcock. Hitchcock was ook iemand die bedacht, bij wijze van spreken, 7 setpieces. En haalde daar dan echt gewoon hele goede scenario-schrijvers bij, om dat aan elkaar te breien. En als dat goed lukte, zijn beste films, dat zijn meesterwerk. Omdat hij zijn eigen briljante fantasieën voor die setpieces een bed geeft wat daar die klopt. Argento heeft dat soort scènes ook. En heel vaak in films voelt het nog van, hij wil een beetje erg graag die kant op. Weet je, en dan is het niet, dan kun je wel roepen droomrealiteit of weet ik veel wat of zo. Maar het voelt dan een beetje, maar omdat het zo goed is, denk je van, kan mij het schelen, dit is geweldig, weet je wel. Maar de beste films die hij gemaakt heeft, die paar films, dan valt het in iets dat het toch... allemaal goed op zijn plek valt. En dat zijn, dat is met name natuurlijk in zijn eerdere werk. Dat is, hoe heet die eerste ook weer? Met Crystal Plumage. Die vind ik echt heel erg goed. Ik vind Profondo Rosso vind ik heel erg goed. En Suspiria is zo'n raar ding. Maar ja, daar vliegt hij echt heel hoog. Dat is echt, dat is ook niet de film die per se over de acteurs, weet je wel, dan moet je daar niet heen gaan. Maar ook die film, kijk het in het Italiaans, dan is hij echt beter. Dat is zo eigen ook, weet je, sommige filmmakers zijn zo eigen dat je er bijna niks van kan leren, omdat het dan bijna meteen plagiaat wordt. Weet je, Kubrick, als je dat na gaat doen, ziet iedereen meteen, je doet nu Kubrick na. Sommige mensen zijn ook heel erg een product van hun tijd. En hun smaak en hun gevoeligheden vallen dan precies samen met dat wat er op dat moment geaccepteerd werd. En komt, ik bedoel, het feit alleen al dat de muziek van Goblin, die dan, dat is een soort van progrock, die heel erg van die tijd is ook. En dat is iets wat je eigenlijk in latere films van je mis je dat eigenlijk. Terwijl je snapt dat is niet meer van die tijd, dat kan je dan bijna niet meer doen of zo. En dat maakt zo'n film als Suspiria maakt dat echt een geweldig document. Het is echt een geniale film. Ja. Elke keer als ik hem kijk, vind ik ook dat hij beter wordt. Ja.
Maar als je dan met, zoals met Enzo, kan je dan geanimeerd praten. Ja. Maar dat heb je ook met Dario gedaan. Dario is toch wel een van de allergrootste Italiaanse genres. Zeker, ja. Hoe was die ontmoeting met Dario? Ja, dat was ook heel leuk. Ja, je merkt dat hij heel vaak bewierookt is en bevraagd wordt. En je merkt ook dat hij snel in een soort antwoorden komt die je al kent. Omdat ik heb natuurlijk ook al die interviews gezien. Maar op het moment dat hij merkt dat ik ook een filmmaker ben en dat ik iets anders bekijk, dan wordt die connectie wordt leuker. En, dus, en daarom is zo'n avond ervoor nog leuker dan een gesprek, weet je. Want dat gesprek probeer ik natuurlijk ook te leiden naar bepaalde uitspraken toe die ik graag wil dat hij doet en zo. En een van de dingen wat ik het meest opmerkelijk vond en die ook wel iets uitlegt over hem, weet je wel, dat Argento is natuurlijk niet... Ook niet de regisseur die per se het meest herinnert door de performances. Wat ik net vertelde, dat ik dus het liefst een film in het Italiaans kijk of in het Engels. Dan zijn die Argento's, heel veel mensen kijken die altijd in het Engels. Ook omdat vaak dan altijd wel een paar Amerikanen erin zitten. En ik vroeg aan hem, van ik vind ze vaak in het Italiaans vind ik ze beter. Weet je wel? Wat vind jij nou? Weet je, hoe moet ik het zien? Moet ik het in het Italiaans of in het Engels zien? En toen zei hij, maak het uit joh, it's about the images, zei hij. Ja, dat legt wel heel veel aan hem uit. Ja.